Ik moet er trouwens wel over nadenken, want ik ben er dus achter gekomen toen ik er dus een beetje over ging nadenken van hoe, waar zou ik begraven willen worden en hè, omdat mensen je dat vragen, moet je er wel over nadenken. En toen zeiden mijn ouders dus, ja, jij wordt sowieso in Turkije begraven, want je hebt de levensverzekering bij Diyanet, de islamitische organisatie. En dus ja, als je doodgaat, word je eigenlijk op dinsdag en donderdag gaat een vliegtuig en word je lineair naar de dodenvlucht. Dan word je naar Turkije gevlogen. Dat is gewoon zo geregeld. Ik schrok daar heel erg van, omdat ik dacht, hallo, ik ben geboren in Nederland. Ik ben hier opgegroeid. Mijn vrienden zijn toen nog vrienden en familie zijn hier. En nu heb ik een kind hier en een man hier in Nederland. En ik denk, ja, wat heb ik te zoeken in Turkije? Dat lijkt me niet logisch. Ja, maar, nou, niet dat mijn vader zei... Dat is dan pech? Heb je pech gehad? Het is nu helemaal zo.